Zoals u ziet, hebben we een gast. Het is de kater Bonk, een gekke naam. Maar hij doet hem wel alle eer aan. Hij is hier natuurlijk niet zomaar. Hij is hier zogezegd als deskundige. Deskundige op het terrein van de conditioneringen. En daarover willen we het vanavond hebben. We zeggen van deze kat, het is een roofdier. Ik geef toe, er is niet veel van over. Zijn voornaamste bezigheid is slapen en luidkeels spinnen als hij geaaid wordt. En als je hem tot een spelletje wil verleiden, dan begrijpt hij niet waarom je plotseling zo raar doet. En dan gaat hij maar weer verder tukken. Toch blijft deze kat een roofdier. Toen er laatst een muis in huis was, wist hij precies wat hem te doen stond. Hij reageerde snel en uitermate efficiënt. U zult zeggen, zijn roofdierinstinct kwam weer boven. Maar wat bedoelt u met instinct? Ik denk dat instinct is het geactiveerd worden van een programma dat in het brein van het dier aanwezig is, zoals de software in een computer. Het zien van de muis stelde dat programma in werking en de kat werkte het stap voor stap af. En hij had daarin geen keus. Wees maar zeker dat hij niet heeft zitten overwegen of hij die muis met rust zal laten. Er zijn voor hem geen alternatieven. De code muis in zicht heeft voor de kat tot gevolg een vastgelegde reeks van handelingen. En die vastgelegde reeks van handelingen is karakteristiek voor de kat. Hij zal daaraan nooit kunnen ontkomen. Natuurlijk, je kunt hem een aantal dingen leren, maar dat blijft beperkt tot wat kleine wijzigingen, wat aanpassingen in het programma. Maar een ander programma krijg je er nooit in bij de kat. Hij zal altijd een roofdier blijven. Hoe zou dat nu zitten met ons, mensen? Volgens bepaalde gedragsonderzoekers verschillen wij niet van de kat. We zouden hoogstens wat gecompliceerder geprogrammeerd zijn, zodat het moeilijker wordt te voorspellen hoe wij op bepaalde dingen zouden reageren. En als je dat nou maar zo uitvoerig mogelijk onderzoekt, kun je tenslotte elk menselijk gedrag voorspellen en daarmee natuurlijk je voordeel doen. Moderne hulpverleners en begeleiders maken gebruik van zogenaamde conflictmodellen, met de bedoeling om het verloop van conflicten al bij voorbaat te kunnen voorspellen. En natuurlijk met de bedoeling de zaak in de hand te kunnen houden. Maar dat mislukt telkens. En men zegt dat dat komt omdat wij nog niet voldoende weten van die programma's in het brein van de mensen. Maar men denkt dat we daar op den duur wel achter zullen komen. En dan zou men een oude droom waar kunnen maken. Het manipuleren van de mensen. Hoe dan ook, men gaat ervan uit dat er bij de mensen programma's ingebouwd zitten, net zoals bij de kat. En als je eens let op de meningen van de mensen, dan zou je zeggen dat dit inderdaad zo is. Die meningen vertonen allemaal hetzelfde karakter. Of ze nu uit de koker komen van de gewone vrouw of man, of uit die van deskundigen. Gaat het bijvoorbeeld over veiligheidsproblemen? Dan begint iedereen bedenkelijk te kijken, alsof er over dit moeilijke vraagstuk diep nagedacht moet worden. En dan spreekt men de magische woorden: onze beschaving moet uiteraard verdedigd worden. Wat er dan op volgt is een standaardverhaal dat alleen maar steunt op het denkbeeld dat je vanzelfsprekend je beschaving verdedigen moet. Maar waarom is dat zo vanzelfsprekend? Waar halen we die zekerheid vandaan? En is een beschaving eigenlijk wel te verdedigen? Een ander voorbeeld. Bijna alle mensen zeggen dat er iets goddelijks moet zijn dat het heelal bestuurt. Zij vinden dat vanzelfsprekend. Maar waarom spreekt dat vanzelf? Misschien is dat voor u zo, maar voor mij nog lang niet. Ik zou dat wel eens logisch aangetoond willen zien. Wat ik wil zeggen is dit. Het is inderdaad een feit dat de mensen vol zitten met programma's, met denkprogramma's om zo te zeggen. Zij volgen die programma's automatisch en menen zeker te weten dat die bepaalde wijze van denken de enige juiste is. Dat kennis die je met behulp van dat denken opdoet,
zonder twijfel ware kennis is. En dat je je dus rustig kunt laten overtuigen van bepaalde waarheden door deskundigen die zich in dat denken bekwaamd hebben. Was het maar waar. Jammer genoeg ziet de realiteit er heel anders uit. De denkprogramma's van de mensen zijn namelijk conditioneringen. Die zijn er dus ingebracht, ongemerkt en heel geleidelijk. Dat is al in de wieg begonnen. Men heeft stap voor stap in je brein een soort van netwerk aangelegd en na verloop van tijd volgt je denken vanzelf de draden van dat netwerk. En jij maar in de mening verkeren dat je zelf aan het denken bent. Helaas, je gedachtegangen lijken alleen maar jouw eigen gedachtegangen, omdat ze overeenkomen met het bij jou ingeprente denkprogramma. Het zijn eigenlijk de denkbeelden van anderen. En je maakt ze tot de jouwe juist omdat je erop geprogrammeerd bent om dat te doen. Maar het merkwaardige is dat er voor mensen altijd alternatieven zijn. Ik bedoel dat het altijd anders kan. Mensen kunnen, in tegenstelling tot katten en de rest van de natuur, totaal onverwacht met iets heel ongewoons komen. Iets dat in strijd is met alle verwachtingen en voorspellingen. Mensen kunnen origineel zijn, plotseling iets nieuws op tafel leggen. En juist dat wijst erop dat mensen hun conditioneringen kunnen doorbreken. Dat zou niet mogelijk zijn als de mensen ingeboren vaste programma's hadden die volledig erfelijk bepaald zijn, zoals dat met die malle kat het geval is. Nee, de denkprogramma's zijn niet erfelijk en niet vastgelegd. Ze zijn erin gebracht om ons aan de maatschappij aan te passen. Meestal is dat wel goed bedoeld. Je ouders en je onderwijzers hebben je willen leren hoe je je weg in dit leven moet vinden. Maar vaak is de bedoeling helemaal niet zo goed. De zogenaamde overheden van deze wereld hebben er alle belang bij dat de meerderheid van de mensen niet afwijkend gaat denken. Dat zou voor die overheden de ondergang betekenen. Er zou immers niets van overblijven als de mensen eens serieus gingen nadenken over de vraag wat nou eigenlijk een overheid is. En het gevolg zou niets minder zijn dan een revolutie. Of het nu gaat over God, over de staat, over het huwelijk of over de verdediging van je beschaving, steeds gaat het over dingen die je aangepraat zijn. Dat betekent niet dat er geen juiste opvattingen bij kunnen zijn, maar waarom het gaat is dat je ze niet zelf hebt uitgedacht. Ze zijn je ingeprent. Toch ben je geboren als een onbevangen, denkend mens, zonder conditioneringen. En je moet zelf de dingen aan de weet zien te komen. Dat wil in de praktijk zeggen dat je je steeds zou moeten afvragen, is dat wel zo? Iedereen zegt dat nu wel, maar iedereen heeft al zoveel gezegd dat achteraf niet waar is gebleken. Misschien kom ik er niet achter hoe iets werkelijk zit. Maar dat niet weten is altijd nog beter dan verkeerd weten. Wie iets niet weet, gaat vragen stellen. Maar wie iets verkeerd weet, denkt dat hij goed zit. En hij laat het erbij. En zo houden de verkeerde denkbeelden zichzelf in stand. Als je afziet van vragen stellen, betekent dat een ramp voor jezelf en voor de andere mensen. De moderne wereld is daarvan een schrijnend voorbeeld. Het zijn de vrijdenkers geweest die al even lang proberen hun denken tot vrijdenken om te zetten. Vrijdenken wil in de grond van de zaak zeggen jezelf bevrijden van conditioneringen. Niets als vanzelfsprekend aanvaarden
en steeds afgaan op je eigen inzichten. Ook al liggen die dwars in tegen de mening van de meerderheid van de mensen. Wat uiteraard vaak het geval is. Het is niet gemakkelijk, dat vrijdenken. Je maakt er bepaald niet altijd vrienden mee. De mensen vinden je lastig omdat je ze in hun rust verstoort. Hen wakker maakt uit de verdoving van de vanzelfsprekende waarheden. En omdat je alles onzeker maakt. Nou, dat moet dan maar. Zonder onzekerheden kom je helemaal niets aan de weet. En zou de mensheid maar op de oude voet doormodderen. Het fluitspel dat ik u zojuist liet horen is niet bedoeld als inleiding voor een artistiek programma van de Vrije Gedachte. En nog minder is het bedoeld om u ervan te overtuigen dat ik misschien wel aardig fluit kan spelen. Het moet fungeren als voorbeeld om duidelijk te maken hoe vreemd we tegen ons eigen denken aankijken. Je moet namelijk eens opletten wat er gebeurt als ik datzelfde muziekje door een automaat uit laat voeren. Je krijgt dan een opeenvolging van tonen die keurig op tijd beginnen en eindigen en die, als het meezit, ook nog wel goed klinken ook. Je zou dus zeggen, alles is in orde. Maar het is duidelijk helemaal niet in orde. Je hoort dat hier een robot aan het werk was. Een ordelijk afgestelde machine die levenloos zijn gang ging. Onverschillig voor het product wat hij af moest leveren. Hij had met zijn eigen product niks te maken. Tonen zijn tonen, klanken zijn klanken en daarmee uit. Als er op een dergelijke manier muziek gemaakt wordt, dan voelen we toch allemaal een gemis. Daar hoef je geen geniaal oor voor te hebben. Je hoort dat er geen leven in zit. Brengt niks in je teweeg, het zegt je niks. Maar weet je wat nu zo eigenaardig is? Je hoort het onmiddellijk als er door een robot muziek gemaakt wordt. Maar als wij als een robot denken, heb je dat niet in de gaten. Bij de muziek valt het robotachtige onmiddellijk op. Maar als het over het denken gaat, ho maar. De oorzaak is dat wij er sinds een eeuw stellig van overtuigd zijn dat ons denken robotachtig moet zijn. Ja, natuurlijk zeggen we dat niet zo cru. We zeggen dat het denken moet verlopen volgens de wetten van de logica. Een gedachtegang moet voldoen aan objectieve regels en normen, want alleen op die manier kan onzin vermeden worden. En om dan te bewijzen dat we gelijk hebben, noemen we een hele lijst van resultaten die wij met dat denken geboekt hebben. We kunnen ruimtereizen maken, we kunnen allerlei ziekten bedwingen, we kunnen de natuur naar onze hand zetten, een tunnel onder het kanaal graven, en zo nog veel meer. En dus lijkt het onredelijk als ik zeg dat ons denken robotachtig is. Maar het is niet zo onredelijk. Je kunt namelijk gemakkelijk een opsomming geven van dingen die wij met dat robotdenken juist niet kunnen. En ook van dingen die wij met dat denken in de vernieling hebben geholpen. Ik zal er een paar noemen. We krijgen het nog steeds niet voor elkaar om in de wereld de honger op te heffen. En voor vrede kunnen we al helemaal niet zorgen. Het natuurlijk milieu hebben we verziekt en met de gezondheid van de mensen zijn we hard op weg om hetzelfde te doen. Maar bovenal zien we er geen kans toe om nu eens echt over de dingen van ons leven na te denken. Als we daaraan beginnen, lopen we bijna onmiddellijk vast. We mogen dan wel een heleboel tot stand brengen als het over technische, concrete zaken gaat. Maar zodra het over onszelf gaat, blijken onze denkprogramma's totaal onbruikbaar te zijn. Het lost geen enkel probleem op en het maakt je alleen maar wanhopig, omdat de verwarring groter wordt in plaats van kleiner. Van al onze logische regels
en voorschriften blijkt er eigenlijk niet één toepasbaar te zijn, zodat je tenslotte helemaal niet meer weet wat je nu in jezelf kunt vertrouwen en wat niet. Ik vind het dan ook heel begrijpelijk dat een heleboel mensen zich opnieuw zijn gaan vastklampen aan simpele godsdienstige voorstellingen. Die bieden immers een uitweg uit de verwarring. De woordvoerders van God dicteren je zonder omwegen hoe het zit met de mens en met God. En met onbruikbare logica word je niet opgezadeld. Met bruikbare trouwens ook niet. En mocht je dat allemaal te vierkant vinden omdat je fijngevoelig bent, dan kan de goddelijke boodschap ook nog verpakt worden in oosterse mystiek. Of in religieuze verbondenheid met het universum. Maar bij al dat grijpen naar iets dat houvast schijnt te bieden, vergeet je één heel belangrijk ding. Je vergeet namelijk dat het je eigen onwijze robotdenken was dat niet deugde. En dat krijg je heus niet in orde als je wegvlucht in een mystieke wereld. Je denken blijft dan net zo onbruikbaar als vroeger, zodat je over een andere en mogelijk betere menselijke werkelijkheid ook alleen maar onzin gaat uitkramen. En zo blijf je aan de gang. Je wordt steeds radelozer, ondanks dat houvast van die godsdienst of die oosterse mystiek of die verbondenheid met het universum. Uiteraard kan je het denken niet afschaffen. Je zult het ermee moeten doen, of je wilt of niet. Maar ligt het dan niet voor de hand dat je eindelijk eens ophoudt met vluchten, met de kop in het mystieke zand te steken en dat je eens iets gaat doen aan dat denken? Want dat is wel de oorzaak van het getop. Als kind is je al afgeleerd om na te denken en er is je aangeleerd om gedachteloos als een automaat te gaan denken. Keurig volgens de voorschriften van de logica. Voorschriften notabene die de mensen zelf verzonnen hebben. En waag het niet om met iets anders op de proppen te komen. Voor ketter wordt je uitgemaakt. Een onwetenschappelijke dilettant die maar wat in de ruimte kletst, niet gehinderd door kennis van zaken. Je behoort je te houden aan de wetenschappelijke normen. Dan klets je uiteraard niet in de ruimte, zoals blijkt uit het reilen en zeilen van de wereld waarin we tegenwoordig leven. Het gaat immers goed met de wereld sinds de deskundigen haar lot in handen hebben genomen. De dreiging van een atoomoorlog, het voortdurend martelen en moorden, de armoede, de uitputting van de bodem, de zure regen, de hongersnood. Het zijn immers allemaal maar schoonheidsfoutjes die spoedig hersteld zullen worden als de geleerden dit ingewikkelde probleem uitvoerig hebben bestudeerd en een lijvig rapport is gepubliceerd met aanbevelingen. Wat zou je nou eens kunnen doen aan je denken? Volgens mij zou je je denken de vrijheid moeten geven om te kunnen dwalen in elke denkbare betekenis. Stel je voor, je wandelt in een uitgestrekt bos en omdat je niet wil verdwalen, volg je angstvallig de aangegeven paden. Maar dat betekent dan wel dat je het bos nooit echt zult leren kennen. Je zult nooit weten wat er leeft in dat bos. De dieren bijvoorbeeld, die stellen zich in op jouw aanwezigheid op dat bospad. En dan worden ze tam of ze trekken zich dieper in het bos terug. Het gevolg is dat jouw denken omtrent dat bos uitermate problematisch wordt. Niet alleen ontgaan je een heleboel dingen, maar datgene wat je wel waarneemt is in belangrijke mate vertekend. Als je daarvan af wil komen, zul je van de uitgestippelde paden moeten durven af te wijken. Je moet zelfs het risico durven nemen om te verdwalen. In het bos zou dat eventueel een ramp kunnen betekenen. Maar in het denken is dat helemaal niet erg, want je kan immers opnieuw beginnen. En het is juist dat steeds weer opnieuw beginnen wat er tenslotte toe leidt dat je van dat gedachteloze robotdenken afkomt. Dwalen betekent in de praktijk dat je openstaat voor het onbekende, maar ook dat je geen genoegen neemt met een of andere mystieke verklaring. Het betekent dat je letterlijk opnieuw over de dingen gaat nadenken, er een eigen gedachtegang over gaat volgen,
zonder angst om misschien vast te lopen. Maar helaas, een dergelijk denken is niet populair in onze cultuur. Maar wellicht vind je toch een troostrijke gedachte dat je in het gezelschap bent van de rebellen, de ketters, de ongehoorzamen, die met het doorbreken van de hen ingeprente denkmodellen toch de wereld een heel stuk vooruit geholpen hebben. Vrouwen en mannen die met hun denken omgingen alsof het muziek was, die er hun ziel in durfde te leggen, zodat het een vlucht kon nemen hoger dan die van de vogels, ja zelfs hoger dan die van onze ruimtevaartuigen. Naar een dergelijk bevrijd denken streeft de al eeuwenoude vrijdenkersbeweging. En dat is ook het geval met de vrije gedachte. Er waart een spook door de wereld. Het spook van de wanhoop. Onze westerse cultuur staat op het punt om vast te lopen. Het blijkt dat wij steeds minder in staat zijn om onze problemen op te lossen. Een groot aantal mensen heeft helemaal geen zin meer om zich met de maatschappij bezig te houden. De politieke interesse daalt met de dag. En de algemeen aanvaarde regels en normen worden steeds meer terzijde geschoven. De corruptie tiert welig in alle lagen van de bevolking. De gewelddadigheid en het terrorisme zijn zo langzamerhand tot het dagelijkse leven gaan behoren en overschaduwen zelfs de angst voor oorlog. Wat is er toch met onze wereld aan de hand? Juist in een tijd dat wij wetenschappelijk en technisch zulke successen boeken. Waarom is het leven voor vooral een groot deel van de welvarende mensheid zo wanhopig onbevredigend? Wie zijn de schuldigen? Natuurlijk, je kunt proberen bepaalde mensen de schuld te geven. Regeringsleiders bijvoorbeeld. En dat zijn inderdaad niet zulke beste. Maar toch zou dat kinderachtig zijn. Omdat wij zelf die lui op de een of andere manier in het zadel helpen en nog in ere houden ook. Laten we eerlijk zijn. Het is wel degelijk een feit dat onze eigen mentaliteit in essentie niet zo bar veel verschilt van die van de regenten. Wat namelijk bij hoog en laag hetzelfde is, is de wijze van denken. Ik heb dat robotdenken genoemd. Het gedachteloos volgen van denkpatronen die wij allemaal via de standaardprocedures van opvoeding en onderwijs ingeprent hebben gekregen. En het kenmerkende van dat robotdenken is de analyse. Daarmee bedoel ik dat wij alles uit elkaar halen. Wij willen weten waaruit de werkelijkheid bestaat. En uiteraard levert dat een heleboel wetenschappelijke kennis op, die je op allerlei gebieden kunt toepassen. Helaas lang niet altijd in het voordeel van de mensheid. Denk maar eens aan de gigantische wetenschappelijke onderzoeksprogramma's ten behoeve van het militarisme. Maar er is nog iets anders. Naarmate je namelijk je werkelijkheid opsplitst in steeds kleinere elementen, verlies je het zicht op de oorspronkelijke samenhang van de dingen. Je wereldbeeld raakt versnipperd en je komt te zitten met een onoverzichtelijke berg van nietszeggende stukken en brokken, waar je tenslotte helemaal geen slagorde meer in kunt krijgen. Je ziet geen verband meer. Het ellendige gevolg is dat de boel steeds meer vastloopt en vaak zelfs tot rampen leidt, zoals onlangs met die Russische kernreactor. Bovendien worden de mensen minder sociaal. Ieder voor zich, dat wordt het karakter van de samenleving. En dat is een vruchtbare bodem voor agressie, voor terrorisme en voor vijandschap. Wij voelen ons niet meer echt verbonden met de hongerende, de vernederde en de vertrapte. En omdat we geen samenhang meer zien, verkeren we in de waan dat we er toch niets aan kunnen veranderen. Het is allemaal even wanhopig. Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen die echt lijden onder die wanhoop. Terecht merken zij op dat zij beheerst worden
door een denken dat eenzijdig en uitzichtloos is. Maar wat ze vervolgens gaan doen, is ronduit treurig. Ze slaan voor dat denken op de vlucht. Zo vluchten tegenwoordig een heleboel jonge mensen in de drugs. Die middelen vernevelen het denken, zodat je er tijdelijk van verlost bent. Maar we kennen allemaal de gevolgen daarvan. Ten slotte word je doodziek en vernietig je jezelf. Te genezen is zo'n verslaving bijna niet en dat is bepaald geen wonder. Want om die jonge mensen te genezen, moet eerst de mensheid zichzelf genezen van dat robotachtige, analytische denken. En dat is helaas nog een lange weg. Maar er is nog een andere vluchtweg. Je kunt proberen je denken stop te zetten. En dat doe je door je neer te werpen aan de voet van het kruis en je over te geven aan de genade van de Heere Jezus. Hij neemt dan het lijden van je over en hij verlost je grootmoedig van dat ellendige denken. Daarvoor in de plaats krijg je dan de echte waarheid, zoals die 2000 jaar geleden door een aantal warhoofden namens de Heere God verkondigd is. En behalve dat je dan nu ook weer blij kunt zijn, heb je ook nog het voorrecht je te kunnen scharen in de gelederen van diegenen die gemeend hebben hun westerse analytische denken in te kunnen ruilen voor een wazig mystiek denken dat vooral steunt op Oosterse denkbeelden. Het is een feit dat men in het Oude Oosten opvallend scherpe inzichten in de werkelijkheid had. De Oosterlingen dankten die inzichten aan een andere wijze van denken. Ze haalden de werkelijkheid niet uit elkaar zoals wij het doen, maar ze lieten haar als één geheel intact en probeerden dat geheel zo genuanceerd mogelijk te begrijpen. Ze konden echter niet aan de weet komen waaruit die werkelijkheid in feite bestaat. Want daarvoor moet je analytisch denken. En dus beschreven zij haar met behulp van verhalen over allerlei goddelijke gebeurtenissen. Als je die verhalen begrijpt, blijken ze ongelooflijk diepzinnig te zijn. Maar voor de meeste analytisch geschoolde westerlingen is het niet meer dan dichterlijke onzin waarmee niets te beginnen valt. Boeddha brengt immers geen brood op de plank. Wie zich er toch toe aangetrokken voelen, komen doorgaans ook niet verder dan het lispelen van wat duistere uitspraken over Tao, over zelfinkeer of over reïncarnatie. En verder blijft alles bij het oude. Ook nu weer onderwerpen zij zich gewillig aan een autoriteit die ze op alle mogelijke manieren eer bewijzen. Ook nu weer staat de waarheid niet ter discussie. Ook nu weer worden de Bhagwans voor heiligen aangezien, voor verlichte geesten. En juist dat is typerend voor analytisch denkende mensen. Als je namelijk de werkelijkheid uit elkaar haalt, doe je dat ook met de mensheid. Je bemerkt dan dat de ene mens de andere niet is. En op grond daarvan wordt de ene mens meer waard dan de andere mens. En dan is het nog maar een kleine stap naar de geestelijke of maatschappelijke hoogwaardigheidsbekleder. De basis voor de ongelijkheid van de mensen is dan gelegd. En dat heeft zich dan ook prompt gemanifesteerd in de westerse cultuur. Daarom ook kan je rustig zeggen dat iemand als Bhagwan helemaal geen Oostersdenker is, maar een Westers. En dat zijn volgelingen, ondanks hun vermoeden van andere denkmogelijkheden, geen haar beter zijn. Steeds meer in de analytische traditie opgegroeide mensen vluchten voor hun denken. In de drugs, in de een of andere Heere God of in het Oosten. Toch is hun onvrede met dat analytische denken terecht. Want het is inderdaad een feit dat eenzijdige analyse op vernietiging van de werkelijkheid uitloopt. En het is ook waar dat van al die vluchtenden, diegenen die zich op het Oosten richten, het best in de gaten hebben waar de oplossing van het probleem ligt. Maar je komt er niet uit als je klakkeloos Oosterse wijsheden overneemt. En ook niet als je gaat proberen als een Oosterling te gaan denken. Je denken blijft toch analytisch.
dat kan je niet afschaffen. Maar je kunt je er wel van bevrijden. Door net zo lang zelf na te denken, totdat die analytische denkmethode niet langer jou beheerst, maar jij die methode. Dan wordt het vanzelf mogelijk om de harmonische samenhang van alle dingen die de Oosterling destijds nog kon zien, geheel op eigen kracht terug te vinden. En dan is de verwarring voorbij, omdat je dan zowel het geheel als de onderdelen hebt leren kennen. Je bent dan toegekomen aan een denken dat met recht modern vrijdenken genoemd kan worden. De draden van de macht weven zich als een spinnenweb door de mensheid. Je zit als een vlieg in dat spinnenweb gevangen, zodat je geen enkele kant uit kunt. Maar tegelijk ben je de spin bij wie alle draden samenkomen. Je bent gevangene en heerser, machteloze en machtige in één. En nu is het kunst om de verhouding tussen je machteloosheid en je macht zo te verschuiven dat het zwaartepunt bij de macht komt te liggen. Je wilt zoveel mogelijk te vertellen hebben en zo weinig mogelijk ondergeschikt zijn. En hoe beter je dat gelukt, hoe meer je gewaardeerd wordt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je het zo ver schopte dat je absolute macht had, zodat je naar niemands pijpen behoefde te dansen en dat je naar eigen goeddunken over iedereen kon beschikken, zoals je over je hond beschikt. Gelukkig lukt dat bijna niemand. Voor het gros van de mensen geldt dat ze maar een beperkte macht hebben en in sterke mate voor de macht van andere mensen moeten buigen. Volgens de meeste denkers is dat onvermijdelijk. Zij zijn van mening dat macht iets is dat onverbrekelijk bij de mensen behoort. En ze wijzen daarbij graag op de natuur waarin volgens hen ook allerlei machtsverhoudingen zouden voorkomen. Nu betekenen dergelijke machtsverhoudingen in de natuur gewoonlijk de ondergang van de zwakkeren. En behalve wat fascisten en sociaal-darwinisten, vindt iedereen terecht dat dat voor de mensen niet geldt. En toen heeft men de macht ten goede uitgevonden. Zo kan je het machtsbeginsel handhaven zonder van onmenselijkheid beschuldigd te kunnen worden. Je hebt dan immers het beste met je ondergeschikte voor. Ze kunnen er alleen maar beter van worden. Je moet natuurlijk nooit laten blijken dat jij zelf voor de anderen uitmaakt wat goed is. Maar dat is nauwelijks een probleem. Dat wat voor de mensen het goede is, ontleen je aan hogere principes. Dan maak jij de dienst niet meer uit. Je treedt bescheiden terug en je hebt het alleen nog maar over die hogere waarden. Op zo'n manier kan niemand je verwijten dat je je eigen zin wil doordrijven. Het gaat immers om die hogere waarde. Dat geeft je het gevoel dat je het recht zou hebben om over andere mensen macht uit te oefenen. Het legitimeert je macht. Dat is ook in het verleden steeds het geval geweest. Alle machthebbers, de pausen, de Napoleons, de Hitlers, de democratische bestuurders en de dorpspastoors hebben steeds een hogere instantie achter de hand gehad. Uiteraard is dat meestal de een of andere almachtige god. Maar ook bepaalde ideologieën zoals die van de zogenaamde vrije wereld doen het goed. Je kunt je zelfs op de redelijkheid beroepen als je macht wilt uitoefenen. Als het maar iets is
dat een hogere autoriteit bezit, zodat je de anderen ervan kunt overtuigen dat ook zij daaraan te gehoorzamen hebben. Het is in de praktijk niet zo moeilijk om de mensen te overtuigen. Je prent ze gewoon vanaf hun geboorte in dat er een hogere autoriteit bestaat waaraan ze te gehoorzamen hebben. En al gauw weten ze dan niet beter. Op die manier is de basis gelegd voor een efficiënte machtsuitoefening. Vervelend is alleen dat zij, door het hun ingeprente geloof in een hogere autoriteit, zelf ook macht willen gaan uitoefenen. Je moet dus wel voor ze oppassen. Maar dat gevaar is gemakkelijk te bezweren, door ervoor te zorgen dat je zelf machtiger bent. Dat doe je door geweld te gebruiken. Geweld kan zich op allerlei manieren vertonen. Het kan vriendelijk zijn en overredend, nederig, medelijdend en zelfverloochenend, maar ook bruut en agressief en redelijk en liefdevol en verantwoordelijk. Steeds echter is het dwingend. Steeds is het erop uit om iemand af te houden van datgene dat zij of hij eigenlijk zou willen doen of laten. Steeds is er de wil om een ander mens zo te veranderen dat hij aan jouw normen gaat beantwoorden. Mijn omschrijving van macht is dan ook het geweld van de ene mens om vanuit eigen hogere principes de andere mens aan die hogere principes aan te passen. Van die hogere principes is te zeggen dat het allemaal pure verzinsels zijn. Er bestaan geen hogere principes die van bovenaf de mensen tot gehoorzaamheid zouden dwingen. Dat wij menen dat ze er wel zijn, komt door de voortdurende conditionering waaraan we allemaal blootgestaan hebben. Maar als je door die conditionering heen breekt, door vrij te denken, dan bemerk je dat er niets is dat boven de mens uitgaat. Dat niets en niemand je de dienst voorschrijft, dat je volkomen zelfbesturend bent. Heb je dat eenmaal in de gaten, dan begrijp je ook dat er macht zal zijn, zolang en voor zover in een cultuur die ingeprente, hogere dwangprincipes onaangetast zijn gebleven. Macht is geen aangeboren behoefte van de mensen, maar een ingeprente. En hij verdwijnt als er in een cultuur geen hogere normen meer gesteld worden. Macht komt aan de mensen mee, zolang zij nog onvolwassen zijn. De mening van de denkers, dat de macht een essentieel menselijk element zou zijn, is dus een foute mening, die een gevolg is van het feit dat zij zich blind staren op eigenschappen van onvolwassen mensen. Er is nog iets van belang. Als jij de behoefte hebt om een ander mens te veranderen, omdat hij, zoals hij is, niet goed zou zijn, beleef jij die ander mens als een ding dat bewerkt moet worden. Je kent aan je medemens een geheel andere werkelijkheid toe dan aan jezelf. Je bent dan van je medemens gescheiden. Je hangt niet met hem samen. Er gaapt een kloof tussen jou en die ander. En dat komt voort uit een typisch, modern, analytisch zelfbewustzijn, dat tenslotte uitloopt in een volkomen versnipperde werkelijkheid. Je kunt dus vaststellen dat macht alleen daar mogelijk is waar de ene mens zich van de andere mens afgescheiden heeft. Maar dat is dan wel op grond van een cultuur die op den duur verdwijnen zal. Als we in de gaten krijgen dat er eigenlijk maar één mens bestaat en dat wij daarvan allemaal individuele variaties zijn, dan houdt het uitoefenen van macht tenslotte vanzelf op. Het is duidelijk dat diegenen die vinden dat macht bij de mens behoort en dat de macht zich alleen maar ten goede heeft te keren, niet tot het einde toe doordenken. Als zij dat wel deden, zouden zij ontdekken dat ze uitkomen bij een mensheid bij wie het goede afgedwongen moet worden. Een mensheid dus waarin iedereen als hoogste deugd de gehoorzaamheid zou moeten betrachten. In de praktijk uiteraard gehoorzaamheid aan een elite die pretendeert te weten en die voorschrijft wat goed is. Een macht ten goede betekent een verheven vorm van slavernij. Precies
zoals de christelijke godsdienst al zo lang propageert. Maar verheven slavernij is toch nog altijd slavernij. En dat kan volgens het vrijdenken nooit de toekomst van de mensheid zijn. Ten slotte immers zullen de mensen vrij zijn, zichzelf besturend zonder een beroep te doen op hogere machten. En levend in het besef met z'n allen bij elkaar te behoren. Hoe zit dat nu met God? Wij maken zelf onze goden. Dat was niet alleen in het verleden het geval, toen de grote godsdiensten gesticht werden, maar dat gebeurt nog elke dag. Iedere keer als u of de een of andere geestelijke vertelt wat God van ons verlangt, wat hij met de wereld voor heeft, of hoezeer hij van ons houdt, bent u bezig een god te maken. Ook elke theologie komt neer op het scheppen van een god. Een god die overeenkomt met de voorstellingswereld van die betreffende theoloog. Omdat de mens God maakt, is er steeds eenrichtingsverkeer. Nog nooit heeft zo'n god zelf ondubbelzinnig duidelijk gemaakt wat hij van de dingen vindt. Nog nooit heeft hij zich vertoond en steeds zijn het de mensen zelf die allerlei over hem weten te vertellen. Ook de zogenaamde heilige boeken, zoals de Bijbel, bevatten alleen maar uitspraken van de mensen over hun goden en nooit andersom. Over het algemeen blinken die uitspraken niet uit door originaliteit. Je kunt zelfs wel zeggen dat ze nauwelijks op enig denkwerk berusten. Men citeert uit een treuren uit die heilige boeken en men herhaalt kritiekloos de achterhaalde en ongefundeerde beweringen vanuit de tijdse godsdienstige leiders. De godsdiensten die de mensen aanhangen zijn allemaal ingeprente ficties die in feite maar één ding beogen, gehoorzaamheid. Zogenaamd gehoorzaamheid aan de goden, maar in werkelijkheid aan de godenmakers. Het zijn niets anders dan machtssystemen die tot op de dag van vandaag uitermate bevredigend functioneren. Bevredigend in de eerste plaats voor de machthebbers, maar toch ook voor de ondergeschikten die zich blijkbaar veilig voelen onder de hoede van een liefdevolle vader. Die vader, overigens, geeft van zijn liefde blijk volgens alle regels van de zwarte pedagogie. Hij behandelt zijn kinderen wreed om hun liefde op de proef te stellen. Hij vraagt voortdurend bewijzen van hun liefde en hij tuchtigt hen met harde hand, maar ook maakt hij hen gelukkig als ze onvoorwaardelijk aan zijn wil gehoorzamen. Dat nu is volgens ieder weldenkend mens een uitgesproken pervers gedrag, maar niet volgens zijn slachtoffers, want die vinden het het toppunt van rechtvaardigheid. Al geven ze toch ook wel toe dat het een ondoorgrondelijke rechtvaardigheid is. Er bestaat geen godsdienstig stelsel dat geen machtsstelsel is. En bij geen van die stelsels gaat het werkelijk om datgene dat God genoemd wordt. De praktijk van bijvoorbeeld de Romeinse kerk kent ook vandaag nog talrijke gevallen van kerkelijke terreur ten aanzien van diegenen die het lef hebben zich af te vragen: hoe zit het nou met God? En vroeger heeft menigeen het met de dood moeten bekopen als hem duidelijk werd hoe de vork in de steel steekt. Nadenken over God is ten strengste verboden. Nadenken over het godsdienstig stelsel is toegestaan, mits men maar niet van de leer gaat afwijken en vooral niet openbaar maakt dat het allemaal om de macht te doen is. Toch liggen er hier wel een paar belangrijke vragen die vooral de atheïstische vrijdenkers bezighouden. Hoe komen de mensen vanaf de vroegste tijden op het idee om zich goden te maken? Waarom vergroten zij zichzelf al maar uit
tot oppermachtige, hogere wezens. Onsterfelijk, allesomvattend, alwetend. En waarom koesteren zij zichzelf zo graag in het licht van hun eigen uitvergrote verbeeldingen en ontlenen daaraan een gevoel van superioriteit? Dat zijn inderdaad interessante vragen. Het blijkt dat aan de basis van alle godsdienstige machtsstelsels bepaalde ideeën liggen die de mensen over zichzelf en de kosmos hadden. Ideeën die op zichzelf absoluut niet godsdienstig zijn, maar zelfs wel wetenschappelijk, zij het dan niet volgens onze moderne wetenschappelijke normen. Het ging gewoon om het formuleren van voorhanden kennis over de werkelijkheid. Bij het verwerven van die kennis speelde de intuïtie nog een belangrijke rol. Dat wil zeggen, men probeerde erachter te komen hoe het met de werkelijkheid zit door zich in zichzelf te verdiepen, door zich bewust te maken van het eigen innerlijk, van eigen geestelijke mogelijkheden die op den duur misschien waargemaakt konden worden. De mogelijkheid om alles te leren begrijpen, de vele raadsels van de natuur en van het mens zijn op te lossen, te kunnen leven met elkaar in vrede en harmonie en vooral eigen meester te zijn. Al deze vermoedens omtrent de eigen geestelijke vermogens van de mensen werden geformuleerd in wetenschappelijke bewoordingen die verband hielden met het feit dat men nog zicht had op de werkelijkheid als één samenhangend geheel. Men beschreef dat uiteraard als een bijna onbereikbare werkelijkheid, want men zag heel goed in dat men er in de harde praktijk van het dagelijkse leven nog lang niet aan toe was. Toch begreep men wel degelijk dat deze welhaast onbereikbare goede werkelijkheid zijn eigen menselijke essentie was. Een soort van belofte voor de verre toekomst, zoals in een kind de belofte van het volwassen zijn voelbaar is. Dit alles heeft dus niets met godsdienst te maken. Je zou hoogstens kunnen spreken van een geloof, van een religieus beleven. Maar een dergelijk intuïtief beleven van een toekomstige menselijke grootheid vormt natuurlijk een prachtig instrument voor diegenen die macht zoeken, voor diegenen die de andere mensen naar hun hand willen zetten. En daar begint de godsdienst. Priesters werpen zich op als woordvoerders en vertegenwoordigers van die goede werkelijkheid. En zij bouwen de inzichten van de echte denkers om tot een systeem dat voor iedereen maatgevend moet zijn. Ze maken er hun eigen machtssysteem van, zonder zich er verder inhoudelijk nog in te verdiepen. Nee, sterker nog, zonder ook maar iemand toe te staan er dieper op in te gaan. Nergens is God zozeer taboe als juist binnen de godsdiensten. Op zichzelf is dat wel slim, want nadenken over God leidt onvermijdelijk tot het terugvinden van de oorspronkelijke, niet-godsdienstige, wetenschappelijk-atheïstische inzichten. En dat doet het hele machtsstelsel in duigen vallen. Uiteraard moet je dat met alle middelen voorkomen. Weg met de vorsters, de vrijdenkers, de godlogenaars, de ongehoorzame rebellen. Het godsdienstig machtssysteem tyranniseert de mensen tot op de dag van vandaag. Weliswaar willen er een heleboel niet meer buigen voor de autoritaire macht van een godsdienstig stelsel, maar dat komt omdat zij in het algemeen onverschilliger tegenover elke macht zijn komen te staan. Het zijn er echter nog steeds maar bitter weinig die over het godsbegrip als zodanig durven door te denken. Behalve de vrijdenkers durven weinigen het risico van het atheïsme aan. De meeste vrezen alle houvast kwijt te raken. Het vooruitzicht volledig zelf verantwoordelijk te zijn, schrikt hen af. Bovendien, als God geen leiding geeft en de normen en waarden bepaalt, wie zal het dan wel doen? Dat is een goede vraag om op terug te komen, want hier stuiten wij op dat verschrikkelijke nihilisme.
Over het nihilisme doen de meest wilde verhalen de ronde. Dat gaat zover dat je zelfs in gedegen wetenschappelijke studies de sporen daarvan terug kunt vinden. En het valt je op dat men zich daarbij nauwelijks afvraagt wat nihilisme nu eigenlijk zou kunnen betekenen. Doorgaans beperkt men zich tot een historisch overzicht van het verschijnsel nihilisme en men zet de verschillende inhouden op een rijtje. En dat blijken steeds negatieve zaken te zijn. Laat ik de gebruikelijke opvatting als volgt omschrijven. Een nihilist is iemand die alles wat ik als een overtuiging erken, afwijst. Het gaat dus niet om een andere overtuiging, want dat kan ik desnoods best wel accepteren. Nee, het gaat erom dat iemand in mijn ogen helemaal geen enkele overtuiging heeft. Zo wordt een vrijdenker ook vaak een nihilist genoemd. Voor zover hij de gangbare, godsdienstige levensovertuigingen niet wenst te aanvaarden. Hij gelooft in God noch gebod, hij leeft er maar op los. Het woord nihilist is in dit verband als een scheldwoord bedoeld. Maar de vrijdenker zou het ook kunnen opvatten als een erenaam, een soort van geuzennaam. Toch houdt het begrip nihilisme meer in dan alleen maar het afwijzen van overtuigingen. Als het uitsluitend daarom ging, zouden de mensen niet zo hysterisch erop reageren. Zelfs in kringen waarin men zich beroemt op redelijkheid en verdraagzaamheid, slaan onmiddellijk de stoppen door als je iets goeds van het nihilisme zegt. Blijkbaar steekt er wat meer achter, iets waarvan men zich niet zo erg bewust is. Een gevoel dat op gaat spelen omdat er iets essentieels in gevaar komt. Wat zou dat kunnen zijn? Wel nu, waarom het eigenlijk gaat bij het nihilisme is de ontwaarding. Niet het afwijzen van een overtuiging op zich is zo schokkend, maar het ontkennen van de waarde ervan. Als nihilist hecht je nergens waarde aan, omdat je inziet dat er in de samenhang van de werkelijkheid niets is dat er uitgelicht kan worden, omdat het van meer waarde is dan iets anders. En dat is het nu juist wat voor de meeste mensen zo griezelig is. Bouwen zij niet hun gehele persoonlijkheid op met behulp van een besef van eigen waarde, ja zelfs van eigen meerwaarde ten opzichte van de andere mensen? En is niet ons gehele ethische, maatschappelijke, politieke en economische stelsel gebaseerd op de meerwaarde van de een ten opzichte van de ander, en dus ook op de competitie en de naijver tussen de mensen, alle mooie woorden over gelijkheid ten spijt. Onze waardestelsels berusten op de analyse, op het uit elkaar halen van de werkelijkheid en het vervolgens vergelijken van het ene onderdeel met het andere. Bij die vergelijking zijn onze eigen belangen de maat. Op grond van die belangen hechten wij letterlijk waarde aan bepaalde dingen en mensen en aan anderen niet. Dat geldt ook voor de overtuigingen, voor de zogenaamde geestelijke zaken, de idealen, want ook die vormen wij vanuit ons eigen belang. Weliswaar beweren wij in dat geval dat het ons om het belang van de mensheid gaat, maar intussen zijn wij het toch zelf die bepalen wat het belang van de mensheid is. Het is voor ons belangrijk dat het goed komt met de mensheid, maar wij bepalen dat goede volgens onze eigen normen. Het goede is voor een godsdienstige wat anders dan voor een vrijdenker. Dus wordt het waardehechten aan bepaald door onze eigen geest, waarin we ons een voorstelling maken van de werkelijkheid zoals die volgens ons zou moeten en kunnen zijn. Maar het is maar de vraag of de werkelijkheid is zoals wij haar ons voorstellen. In feite betreft onze voorstelling een verbroken werkelijkheid. Een werkelijkheid die uit elkaar geplozen is en waaruit door ons bepaalde dingen naar voren zijn gehaald. Dingen waar het om zou gaan. Dingen die de maat zouden zijn voor de mens en voor de natuur. Maar dergelijke unieke dingen bestaan helemaal niet.
dat verbeelden wij ons maar, voornamelijk omdat men het ons ingeprent heeft. Welk orgaan in je eigen lichaam is het belangrijkste? Kan je er één orgaan uitlichten en zeggen dat dat het belangrijkste is? Dat kan immers niet. In je lijf hangt alles met alles samen. Zelfs iets ogenschijnlijk onbenulligs als je blinde darm kan eigenlijk niet gemist worden. Ook al overleef je de verwijdering daarvan best wel. Je zogenaamde geest, die volgens de meeste mensen de maat is voor je leven en voor je persoonlijkheid, kan ook niet bestaan en functioneren zonder een gezonde samenhang met de rest van je lichaam. Het is dus je eigen lijf waaraan je kunt zien dat er geen dingen zijn van meerdere of mindere waarde. En omdat dit lijf de manifestatie is van het geheel van de kosmos, kun je zonder veel moeite begrijpen dat er nergens iets van grotere of kleinere waarde bestaat. Elk waardeoordeel komt voort uit ons eigen onbegrip. Omdat wij alle gevormd zijn door een analytische, een splitsende cultuur, drukken wij alles in waarde uit. Zelfs de dingen waarvan wij nog wel enigszins aanvoelen dat zoiets helemaal niet kan. Ons kind zouden wij nog voor geen miljoen willen missen. Een schilderij van Rembrandt is waard wat de gek ervoor geeft. En de vrijheid is ons het hoogste offer waard. Met het opsommen van dit soort dingen hebben we het in feite over de betekenis van een aantal zaken. Een betekenis die wij ten onrechte uitdrukken in waardevergelijkingen, bijvoorbeeld in geld. Nog voor geen miljoen willen we ons kind missen. Voor 2 miljoen misschien wel? Nee, natuurlijk ook niet. Elke waardebepaling slaat nergens op. Allicht, want het kind betekent iets voor ons. En dat begrip betekenis krijgt inhoud bij een niet verbroken, een in zichzelf samenhangende werkelijkheid. Binnen de samenhang van mijn leven en dat van andere mensen betekent een kind iets voor mij. En dat geldt ook voor dat mooie schilderij en voor de vrijheid. Maar wat wij door onze analytische conditionering niet weten, is dat eigenlijk alle dingen, ook de geringste en de onbenulligste, betekenis voor je zouden moeten hebben. Want als alle dingen iets voor je betekenen, is het met de verwaarlozing van de aarde afgelopen. De verspilling van mensen, dieren, planten en grondstoffen is dan onmogelijk geworden. Terwijl de dingen die je produceert zullen beantwoorden aan hun doel, in plaats van aan de zucht naar steeds meer winst, status en macht. De samenhang van alles wat er is staat dan voorop. En niet het verbreken daarvan, door er vanuit een of ander vermeend belang veel of weinig waarde aan toe te kennen. In dat licht verschijnt het nihilisme, het weten dat er aan de dingen geen waarde is te hechten, omdat dit de werkelijkheid verbreekt, in een uitermate positief licht. Hoewel het nihilisme de tegenwoordige mensen schrik inboezemt, omdat het leidt tot vernietiging van hun eigen waarde, hun status en hun macht, is het toch de meest veelbelovende idee voor de toekomst.